In het voorjaar van 2023 brengt toneelgroep Maastricht een hedendaagse bewerking van een van de beroemdste toneelstukken aller tijden. De Kersentuin van Anton Tsjechov. Een stuk dat feitelijk handelt over hoe je om moet gaan met een tijd die misschien wel sneller verandert dan je aan kan. Centraal in de Kersentuin staat Ljubov, een vrouw, gespeeld door Annick Pfeiffer, een vrouw met geldproblemen. Ze moet misschien wel haar huis verkopen aan de schuldeisers en ook haar kersentuin. En dat kan ze niet over de hart verkrijgen, want in die kersentuin is 6 jaar geleden op mysterieuze wijze haar zoontje overleden. En dat zoontje is ook begraven in die tuin. Nou, dan komt er een ondernemer langs, gespeeld door Jeroen Spitzenberger. En die zegt, joh, je moet die hele kersentuin kappen, zet er een vakantiepark neer en van de huur kun je je leven lang goed leven. Maar dat kan Ljubov niet verkroppen. Een stuk over veranderende tijd. Een stuk over vasthouden aan het verleden. Je moet aanpassen aan de toekomst. En een stuk dat antwoord geeft op wat is er 6 jaar geleden gebeurd met dat zoontje in die kersentuin. Ik heb een club fantastische acteurs. Annick Pfeiffer noemde ik, Jeroen Spitzenberger, Vincent Lindhorst, Entiano Stüger, Kwia Chiloé, Nick Renzo Garcia, Lisa Macedo dos Santos en, waar ik heel blij mee ben, na jarenlange afwezigheid van de Nederlandse podia, keert iemand terug die ik fantastisch vind. Een one-man band, een muziektheaterfenomeen. Beppe Costa speelt de oude bediende Vers en is tegelijkertijd de live muzikant op scène. De bewerking is van Jibbe Willems en hij maakt een bewerking in de geest van Tsjechov die zijn eigen kersentuin de volgende ondertitel meegaf. Een komedie in 4 bedrijven. Voorjaar 2023, toneelgroep Maastricht.